Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Vervoort. Het is vandaag maandag en dat betekent een nieuwe week. Zoals jullie misschien in de vorige weekvlog hebben gezien, was ik gisteren echt helemaal down en verdrietig. En ik heb dat heel vaak op zondag. Ik weet niet of mensen dat vaker hebben, maar ook vaker hebben. Maar ik ben echt, ik vond dat zo kut op zondag. Terwijl ik zaterdag niet eens had gedronken, dus ik had niet eens een kater of zo. Maar ik voel me, ik zit er altijd gewoon doorheen. Vandaag, deze week gaan we weer met positieve energie beginnen. En we gaan het goed doen. Ik had vanochtend een tentamen, daar heb ik niet voor geleerd. Ik heb hem ook niet gemaakt. Dat heb ik in de vorige week vlog uitgelegd. Dus check het als je dat wil zien. Weten waarom en everything. Maar bla bla. Vandaag ga ik de hele dag aan school zitten. Ik heb vandaag deze week allemaal belangrijke deadlines. En vanavond heb ik weer opnames van Sinterklaasjournaal. Morgen ga ik naar school. Deze week ga ik vooral even focussen op school. Want ik heb school heel erg achter laten liggen. En daar baal ik echt gewoon van. En ik baal gewoon van mezelf dat ik dat doe. En ja, dat komt deels door YouTube en deels door online les. Wel wil ik echt nog een video maken voor deze zaterdag. Dat wil ik wel echt proberen af te krijgen. Of desnoods voor zondag, dat ik hem op zaterdag film of zo. Ja, dat ga ik doen. Ja, dat ga ik doen. Dat ik gewoon deze week kan focussen op school. Je ziet ook mijn haar nu iets beter. Ik heb het natuurlijk geverfd. Ja, ik ben er echt mega blij mee. Het is weer een stukje soort lichter. En ja, ik hou ervan. Oh ja, en mijn wenkbrauwen zijn helemaal genezen. En ik heb nu die powderbrows op. Na twee behandelingen. En zo zien mijn wenkbrauwen er nu uit. Helemaal on fleek. Ik heb er nu gewoon niks aan gedaan. Dus echt super chill. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb mijn hele kamer opgeruimd. Schoongemaakt, een beetje stof gezogen, bed verschoon. Gewoon even die dingen dat je begin van de week doet. Lekker schone kamer. Ik ga nu aan school zitten, maar voordat ik dat doe wil ik jullie iets super, super leuks laten zien. Ik heb namelijk hele leuke AirPod hoesjes ontvangen van iSim. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. En ze hebben mij twee hele leuke AirPod hoesjes opgestuurd. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Ik vind het heel leuk. Ik heb ze al nu ook. Een hoesje, deze heb ik echt al maanden. Dit is gewoon een nude kleurtje. Maar die je nu hebt ontvangen zijn echt veel leuker. Dus ik ga ze even laten zien. Als eerst heb ik deze. Deze is doorzichtig. Met het Nike Air Max en Off-White teken erop. Hoe leuk. En kijk hoe leuk dit is. Dat vind ik echt super leuk. En dit is ja, natuurlijk ook gewoon sowieso een goede bescherming voor je AirPods. Ik heb altijd een hoesje om, dat vind ik gewoon chill. Maar deze heeft gewoon van voor- en achterkant, beide kanten. Ja, print en deze vind ik echt amazing. Deze ga ik ook opdoen. Deze is van Supreme met Louis Vuitton ja, print. Deze vind ik echt leuk. Kijk hoe leuk. Ja, ik vind het echt geweldig. Dus met de kortingscode Sarah15 kan je 15% korting krijgen. Ook staat er vandaag in mijn Insta Stories een Insta Story klaar. Waar je ook een swipe-up link hebt. Dat je meteen naar de website gaat als je het handig vindt. Dus check mijn Instagram Sarah van Woord. En de Insta van iSim. En ik heb ook deze leuke stickers erbij gekregen. Zag ik net. Oh my god. Het is inmiddels alweer 3:30. Wat een dag. Ik heb echt een knallende koppijn. Ik ga even koffie zetten. Ik had net les. Gewoon even bijkletsen. Want ik ben bezig met mijn herkansing van vorig jaar. Dat ik een 4,8 voor. Terwijl ik de helft van de opdracht had ingeleverd. Dus ik ben nu gewoon de andere helft aan het maken. En de andere helft dat laat ik gewoon. Daar ga ik echt niet meer aan zitten. En ik ben eigenlijk een beetje dingen aan het overlullen van andere mensen in mijn klas. Maar weet je, heb ik tenminste wat. Maar ik ga eerst even koffie zetten. Want ik ben zo boos de laatste tijd. Ik ben helemaal gek van. Het is inmiddels 7:15. Ik heb net lekker lasagne met mijn ouders gegeten. Ik heb me ook een beetje opgemaakt. Ik heb namelijk weer opnames voor het Sinterklaasjournaal. Ook had ik daarvoor het eten een interview met een ondernemer. Die ging goed. 2, 1, actie. Hoi allemaal, welkom bij het Sinterklaasjournaal. Ja, hij filmt er goed. Nee, kut, ga nou zitten. Oh. Wat moet ik doen dan? Wow, wow, wow. Shit. We hebben niet veranderd van shirt. Oh ja, kut. Oh. Hoe focus je, joh? Ja, actie. Nou, wat een gestuntel. Nee. Nou, zo leuk. Ja, het is echt super. Maar
Probeer even in. Ik wat een gezin. Jezus, Tom, Sasje. Het zijn kinderachtig voor mij, zeg. Oké. Okay. In 3, 2, 1, actie. Nou. Actie. Oh, dit is, echt is, zo, dit is zo goed voor je vlog ook. Al die kinderen. Ik moet echt naar de wc, want ik pis in mijn broek. Ik ben weer thuis. De opnames gingen super goed. Het is echt super gezellig. We kunnen ook lekker lachen tussendoor. En ja, ik ben echt zo benieuwd hoe het eindresultaat wordt. Het wordt super leuk. Ja, ik moet even nog mijn bed opmaken. En dan ga ik denk ik gewoon lekker mijn bed in. Misschien even een stukje van de weekvlog editen. Filmpje kijken of zo. Want het is nu 11 uur. En ik moet morgen 10 uur in Amsterdam zijn. Dus ik moet gewoon 8 uur op. Ja, gewoon een beetje op tijd naar bed. Eerst lekker mijn bedje opmaken. Oh, zo lekker als je in een schoon opgemaakt bed ligt. Echt, dat is het beste ooit. Het is inmiddels bijna 11:30. Ik heb even een lekker masker opgedaan. Daar heb ik gewoon even zin in. Nou, het is bijna 11:30 alweer, joh. Ik heb lekker mijn bed opgemaakt. Heerlijk. En ik ga denk ik niet meer editen. Misschien een heel klein stukje. Volgens mij heb ik de beelden nog niet eens geïmporteerd. Nee. Moet ik dat eerst doen. Maar het is vandaag dinsdag. Ik ga naar school toe. Ik heb me verslapen. Super stom. Maar mijn wekker is gewoon niet afgegaan. Echt super raar. Maar ik kom nu een half uurtje te laat. Dus in principe. Ik heb deze trui van Bios Fashion. Een rokje van Shein. En deze leuke laarsjes ook. Van Shein. How cute. Outfit. En ik ga naar school. Oké, het is inmiddels 10:15. Zo mijn haar. Ik kom echt 50 minuten te laat op school. Echt, de dag dat ik een keer op tijd ergens kom, dat zou echt fucking chill zijn. En ik dacht, deze hakken zijn zo typisch hoog. Bijna voeten. Maar ik ga in het OV ik even mijn weekvlog een beetje editen en zo. Ik was bijna een mondkapje vergeten. Toen herinnerde ik me gelukkig dat ik nog in mijn scooter had liggen. Maar oh, anders kon ik weer terug en was ik weer nog weer te laat gekomen. Nou, dan was ik mezelf echt doodgeschoten. Nou, het is inmiddels al 2:30. Onderweg naar huis, moet zo werken. Ja, was het school. Het was op zich wel gezellig. Even iedereen weer gezien te hebben. En even gewerkt op school en zo. Echt weer ongezond gegeten. Frikandelbroodje en een koekje gehaald. En zo vaak op school ga ik zo slecht eten. Volgens mij hoor je me zo slecht met zo'n mondkapje op. Maar ik ga zo even naar huis. En dan ga ik werken. Inmiddels al bijna 3:30. Ik ben een tijdje thuis. Ik heb een paar mails beantwoord. En toen ik op Schiphol was, liep ik voorbij de Sushi Daily. En toen heb ik deze sushis, gekocht. Love it. Ik had er zoveel zin in. We hadden op school, zaten we altijd over sushi te praten. En toen zag ik het licht, dacht ik, moet dit halen. Lekker met zalm en roomkaas en komkommer. Lekker sojasaus. Dus dat ga ik nu opeten. Zo kut weer. Oh, het regent zo. Jezus. Ik lijk echt zo'n kap. Ja, ik heb nog een capuchon, gelukkig. Oh ja, ik had het hier ook, maar die is niet heel strak. Nou, nee. Dus nou, ik ga lekker naar huis. Al 9 uur hebben we er zo lang over gedaan. En ik ga lekker eten. Wat ga je eten? Weet ik niet. Dus ik hoop iets lekkers. Ik heb de weekvlog geëdit, online gezet, in ieder geval geüpload. Jezus, ik zie er echt niet uit. Ik ga ook naar boven. Het is 11 uur. Ik ga lekker mijn bed in. Ik slapen. Zo. Morgen moet ik weer een vroege op, namelijk. Ik heb namelijk opnames van Sinterklaasjournaal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag.
En ik mezelf mijn hoofd even aan het beken. Toen dacht ik, ik ga ondertussen even de vlog openen. Want ik moet toch wachten. Ik heb vandaag weer opnames van het Sinterklaasjournaal. En vandaag niet in de studio. Maar echt, zeg maar, buiten. Bij het gemeentehuis met de burgemeester en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Ik ben echt mega wit geworden de laatste tijd. Dus ik wil echt een keer even een zonnebankje pakken of zo. Want ik vind het echt heel heftig. Ja, ik ga even verder opmaken. Zo, ik ben helemaal opgemaakt. Make-upje, terugje op. En dan word ik zo opgehaald. Leuk! Alright, het is 11:30. Ik ben terug van de opnames. En het was zo leuk. Het wordt echt, echt heel leuk. Ik was bij de gemeente gefilmd. Bij de burgemeester en zo. En ik heb super veel honger. Dus ik ga even kijken wat ik kan eten. Oh, ik word zo koud. Ik was dus net Emily in Paris aan het kijken. Oh, wat heb ik het koud, jongens. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik was net Emily in Paris aan het kijken. En toen kwam opeens een pakketje aan de deur. En ik weet wat het is. Het is volgens mij make-up van Poepa. Met de doos. Oh my god. Wow, daar ging mijn camera. Oh, het ziet er echt vet leuk uit. Oeh. Ik heb een heel leuk starters beauty kit ontvangen van Poepa. Als je ook iets van make-up wilt bestellen, kan je dat doen. En dat kan met mijn code Sarah15. En dan krijg je die 15% korting. Als eerste bovenop zie ik dit superleuk tasje liggen. En dit is echt een heel mooi make-up tasje. Ik ben benieuwd. Dit zit erin. Als eerst heb ik een mascara. Vamp All in One. Ik denk dat dit voor de lekkere lange lashes zijn. Dit is een borsteltje. Ja, het ziet er gewoon goed uit. Dan een baked eyeshadow. Dit is ook van Vamp. Wet and Dry. Oh, dat is wel super chill. Mooie donkere kleur. Dan een mooie rode nagellak. En dit is een Long Lasting Color Gel nagellak. En ik hou echt van rode nagellak. Vooral op mijn tenen. Vind ik dat zo mooi. Dan een liquid matte lip color. Oh, een lip product. Oh, het ziet er echt mooi uit. Oh, en dit is met een kwastje. Oh, dit is een lip gloss. Oh, love it. Dit is echt de lipkleur die je wil gewoon. Heel mooi. En dan als laatst een bronzer. En mij kan je echt niet blij maken met een bronzer. Echt, het is ook echt een grote. En het ziet er heel mooi uit. Wow. Hij is echt huge. Wow. Oké, dit is echt geweldig. Want het heeft ook een spiegel. Dit is echt geweldig. En jullie zien het wel. Oké, nou, superleuke producten. Wil je dus ook iets bestellen? Check de website. En dan kan je met mijn code Sarah15 met korting bestellen. Serieus, even de mascara getest. Vet goede mascara ook. Dus heel erg blij mee. En ik ga nu aan school. Nu moet het echt. Het is inmiddels al 1:15. Het is inmiddels alweer donderdagavond. Het is echt niet normaal. Maar gisteren heb ik aan school gezeten. En toen rond 1:15 ben ik naar mijn vriend gegaan. Dus heb ik daar gegeten en ook geslapen. En vandaag hebben we alleen maar aan school gezeten allebei. En daarna moest ik werken. Ik was alweer te laat op mijn werk. En ik heb gewoon niet echt aan de vlog gedacht. Ja, I'm sorry. Maar ik kom dus thuis. En er liggen echt 500.000 pakketten voor me. Hier echt mega stapel met pakketten. Hier een mega leuk pakket. Wat ik zo meteen ga laten zien. Echt. En ik heb hele leuke kaartjes mogen ontvangen van GameState in Amsterdam. En dat is zo'n gamehall met van die tickets en zo. Ik heb daar 2 giftcards van mogen ontvangen. En dan kunnen we gezellig met z'n 4 heen. Jongens, echt sorry. Het spijt me. Ik ben zo druk met school. Het is al 12:30 en ik ben nog steeds niet klaar.
Ik heb morgen een grote deadline en ik heb natuurlijk weken niks gedaan. Dus nu moet ik alles in de avond doen. Ik ga over een half uurtje wel gewoon naar bed en dan ga ik morgenochtend gewoon weer vroeg opstaan. Ik laat morgen alle pakketjes zien, want ik heb er nu gewoon geen tijd meer voor. Ik hoop dat ik het morgen red. Echt, oh my god, ik hoop dat dit niet een kutweekvlog wordt, want dan ga ik mezelf ook weer haten. Maar soms moeten die deadlines gewoon echt even gebeuren. Ik zet mijn slimme bril weer op. Oh my god, het is inmiddels 1:30 en ik ben bijna klaar. Maar ik ga wel naar bed. Ik ga wel naar bed doen, want ik wil morgen gewoon op tijd wakker worden. Dat moet morgenochtend een pitch geven die ik ook nog niet heb gemaakt. Ik zal even laten zien wat ik net altijd heb gemaakt. Ik heb een procesboek gemaakt. Ik ben wel heel trots op het eindresultaat. Dus het heeft me veel tijd gekost. Maar daar heb je ook wat. Dus dat is wel leuk. Het gaat over onze eigen bedrijf. We moeten alleen dus week 9 nog. Maar dat komt op. Allemaal, het is vandaag donderdag. Het is 9 uur. En ik ben weer vroeg eruit. Ik moet een pitch gaan maken. Want ik heb om 11 uur zo meteen een pitch. En ik ga vandaag Comcat Fashion pakket unboxen. En een heel leuk Clues pakket. Dus ik heb een heel leuk horloge gekregen. En ik moet werken. En ik moet echt aan school. Het is inmiddels alweer 12:30. Ik heb echt een mega lange les gehad. Ja, het was goed. Ik moest een pitch doen. En ik had die pitch echt in een half uur in elkaar gezet. En ik heb echt alles op mijn duim gezogen. En dan ging zo rapapapam, dit en dit en dit. En ik kwam helemaal geloofwaardig over. Dus ik heb het super goed gedaan. Verder wil ik jullie echt het pakket van Comcat Fashion laten zien. Want ik kan niet wachten om alles uit te pakken. Ik heb gisteravond stiekem al een beetje gekeken. Maar ik ga even naar boven lopen en dan ga ik alles laten zien. Oké. Ik doe mijn oortjes nog in. Als eerst heb ik... Ik heb een heel mooi horloge mogen ontvangen van Clues. En ik heb zelf een zilver horloge. En de laatste tijd draag ik alleen maar gewoon sieraad eigenlijk. Het kan ook gewoon gecombineerd met elkaar hoor. Oh, hij is zo mooi. Ik heb deze denk ik 3 jaar geleden... Ja, toen ik 16 was gekocht. Ik heb alleen achteraf spijt dat hij zilver is. Want ik draag alleen maar goud. Ik ga deze even omdoen. Oh, deze is echt super mooi. Hij is alleen net 1 tandje te wijd. Dus dat moet ik even mijn vader vragen. Of hij dat kan fixen. Oh, maar hij is echt nice. Oké, en dan heb ik een mega groot pakket van Comcat Fashion. Links staan in de beschrijving, of course. Oké, nu even benieuwd ben ik naar deze schoenen. Oh my god. Yes! Kijk hoe leuk deze laarsjes zijn. En hier hebben ze een rits. Please let it fit. Ik heb maat 38, 39 en ik heb hem besteld in maat 38. Want maat 39 is uitverkocht. Oh mijn god, ze zit gewoon perfect. Dit is amazing. Ik ga ze even aandoen. Oh mijn god, jongens, ik ga het laten zien. Oh my god, love it. Kijk hoe leuk deze laarzen zijn. Echt vet leuk. Ik vind het niet per se heel leuk zijn aan deze broek. Maar er staat echt leuk met een legging of zo. Ze zit echt lekker. En ja, de maat valt echt goed. Next. Oh, hier ben ik ook heel benieuwd naar. Winterjas. En dit is een hele grote fluffy winterjas. Ik heb hem in een lichtbruine beige kleur. I love this. Ik vind dit zulke leuke jas altijd. Ik heb er zelf geen één. Oké, het staat niet echt per se heel leuk op deze outfit. Maar dit vind ik echt amazing. Dit is zo leuk. En lekker warm. Leuk met die laarzen. Ja, dit is echt een toppertje. Ik heb deze in de maat SM trouwens. Dan heb ik deze hele leuke jas. Ook een jas. Maar dit is meer een soort jas. Niet een jasjas, maar meer gewoon voor over een shirt heen en zo. Ook zo leuk. Kijk naar dit, jongens. Heel leuk patroontje. In een beige. Ja. Dit staat ook absoluut niet op wat ik nu aan heb. Maar whatever. Ik ga deze zo meteen een andere outfit aandoen. Dit vind ik
Zo leuk, zulke jasjes. Ik heb deze volgens mij in maat S gewoon. En dit is gewoon een leuk jasje dat je over een shirt heen kan aandoen. Dan als laatst heb ik een legging. Want, dit is een leren legging, want mijn leren legging is helemaal, ja, dood. Ik heb deze in de maat ML, want ik heb nogal brede heupen. Ik hoop dat het past, want ik heb zo vaak dat leggings mij te klein zijn. Maar het ziet er wel goed uit. Dit is gewoon een hele mooie leren legging. Dus ik ga die even aandoen. Ik heb de legging aan. Het is echt, ja, de perfecte maat gewoon. Hij zit super goed en lekker. En hij is ook nog eens een soort warm van binnen. Want het heeft een soort, ik weet niet of je het kunt zien, maar het heeft echt van dat warme stof van binnen. En ik heb die leuke laarsjes er nu bij aan. Kijk hoe leuk dit staat, jongens. Met die laarsjes en die legging. Love it. Ik ga even een ander shirt aandoen en dan ga ik dat jasje erbij aandoen. Oké, complete outfit change. Ik hou ervan. Ik heb gewoon nu een normaal zwart shirt aan met mijn sieraden van mijn eigen collectie van La Bella. Dit mega leuke jasje erover. De legging en de boots. Ik vind het echt een mega leuke outfit. Ik ben dus van Comget Fashion. Ik zal ze linken in de beschrijving. Dit is gewoon wat je wil. Dit is amazing. Love it. Oh my god. Feest. Oh, dit voelt zo goed, jongens. Ik ben nu mijn opdracht aan het inleveren. En dan heb ik dit blok gewoon afgerond en gehaald. Ik weet niet hoe ik dit heb gedaan. Maar jawel, ik heb het niet gehaald. Want ik heb één tentamen niet gemaakt. Die moet ik nog herkansen. Maar verder heb ik het blok gehaald. Terwijl ik echt voor mijn volging... Ja, tiefs heb gehaald. Dit staat helemaal vol. Dan weet je dat het een dag van deadlines is. Hier gaat mijn eerste deadline ingeleverd worden. Oh yeah, baby. Hoppata. En mijn procesboek. Ik hoop niet dat mijn docenten ziet, want het zou een beetje awkward zijn. Maar in 2 dagen gemaakt. Add. Submit. Perfect. Hey, ik ben inmiddels thuis van werk, zo ik zie er niet uit. Ik heb lekker broccoli, kip en rustige rondjes. En ik ga lekker opeten en ik kijk Emily in Paris. I love it. Normaal is vandaag zaterdag. Ik moet mijn mascara nog doen, dus het ziet er een beetje raar uit. Maar mijn lieve zus is er. Hello. Zij moet mij filmen voor een schoolopdracht of zo. Ja, ik zie er echt niet uit. Ja, joh. En we hebben nu lekker kibbeling. Love je gewoon echt. Oké, jongens, ik ben dus nu... helemaal in mooie shoplog setting, want is wel eens een video van mij aan het opnemen. Weet je wel. Hoi mensen. Is wel eens een video. Oh. Ja. Is wel een video van mij aan het opnemen voor school. Maar we waren de video aan het opnemen. Toen kwam toevallig een pakketje van Chiquel binnen. Nou, superleuk. Dit zou ik sowieso in de weekvlog laten zien. Dus ja, dan gaan we dat nu lekker filmen. En dan kan ze dat ook doen. Ik heb volgens mij als goed is 4 items gekregen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als eerste een witte trui. Dit is gewoon een lekkere witte sweater. Oh ja, en deze is heel leuk. Want deze kan je, zeg maar, aan de onderkant een soort knopen. En dan zit hij wat korter. Heel erg leuk. En ik heb deze volgens mij in de maat S. Ja, ik heb deze in de maat S. Leuk. Ik zal zo meteen allemaal aanbeelden laten zien hoor. Dan heb ik... een groene trui. Ja, met capuchon. En ik vond het even een keer leuk om een ander kleurtje te doen. Want ik heb echt altijd alles zwart-wit. En dat is het, zeg maar. En ik vond dit echt een leuke legergroene kleur. En deze heb je aan de onderkant ook zo'n touwtje dat je hem wat strakker kan knopen. En dat vind ik echt heel leuk. En deze heeft dus ook een capuchon. Dat is ook wat chill. Ik heb deze in de maat S ook. Dan heb ik een paarse jurktrui. Ik dacht, dit ga ik ook echt lekker in een kleurtje doen. Want ik heb alleen maar zwart-wit en grijs en beige. Dus ik dacht, dit is echt heel erg leuk met een... ik heb ook een leren legging. Dus ik dacht, dat is echt vet leuk om zo'n paarse trui... paarse, nou, het is niet echt een jurk volgens mij. Meer gewoon oversized trui. En ja, ik dacht het is echt leuk voor de winter. Gewoon deze lila kleur, die zie je natuurlijk ook heel veel voorbij komen. In, oh, dit is een one size. Dus dit heb je maar in 1 maat. En dan als laatst. Oh ja, dit is heel leuk. Dit zie je ook heel veel. Oh, dat is zo leuk. Zo leuk. Dit zie je echt heel veel voorbij komen. Zo'n superleuk vestje met van die knopen.
Dus allemaal super schattige winter, ja, truitjes, vestjes, winterdingen. Deze is ook one size, dus heel erg leuk. Ik zal zo meteen aanbeelden laten zien. Ik heb nu de paarse oversized trui aan. Nou, echt zo leuk. En dit kan je altijd nog misschien met een riempje combineren. Maar ik vind dat eigenlijk niet eens per se nodig. Ja, en ik vind deze kleur echt vet leuk. Je ziet deze kleur echt heel veel voorbij komen. En hij is echt heerlijk warm. Dan heb ik dit truitje aan. Dit is denk ik echt mijn lievelings. Ik vind dit zo leuk. Ik vind die knoopjes ook heel leuk. Die zie je echt veel voorbij komen. Hij is wat korter, dus dat is ook echt leuk op een spijkerbroek. En dit is ook een one size. Dus op zich is het wel gewoon een prima maat. Dan deze witte trui. Ook vet leuk. Deze heb ik dus in de maat S. En dit is echt een heel leuk stofje. Heel lekker zacht ook. Echt lekker dik ook. Echt goede kwaliteit. Nou, dan deze groene trui is laatst. Ook vet leuk. Lekker basic allemaal. Ik vind deze kleur echt leuk samen met gouden sieraden. Nee. No. Ik heb ook een hele leuke kortingscode, Sarah20. En dan krijg je 20% korting op de gehele collectie van alle kleding. Dus ja, ik zal alle links in de beschrijving zetten. En de kortingscode, vergeet zeker niet als je wat bestelt met kortingscode te gebruiken. Nou, dit was dan even de mini shoplog van Chiquelle. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan was dat het. Bedankt voor het kijken. Kom even hier. Ik lijk op een dooie. Mijn kontje. Mijn zuster. Mijn zuster. Nou, hoi. Hoi, hoi. .nl. Oh ja, even over de Chiquelle shoplog. Wat ik nog wilde zeggen is dat Chiquelle echt mega snel binnen is gekomen. Ik heb het volgens mij letterlijk 2 dagen geleden besteld. Het is namelijk een Zweeds merk en ze hebben in België een kantoor of een leverancier distributiecentrum zitten. Dus het is echt super snel bezorgd. Echt fucking chill. En je kan ook gewoon via Ideal betalen, PayPal, je kan achteraf betalen. Dus ja, dat is echt super chill aan de site. Dus ja, het is zeker waard om even een kijkje te nemen. En ze hebben echt goede kwaliteit producten, dus dat is echt super fijn. Oké, ik ben net klaar met het filmen van de shoplog. En ik heb echt mega leuke dingen weer. De video staat online, dus wil je me zien? Check de link in de beschrijving. Echt, het is niet normaal. Ik heb zoveel leuke kleding. Ik word er zo blij van. Ik word er zo blij van, echt. Niet normaal. Ik ben echt helemaal gelukkig. Het klinkt echt zielig, maar ik word zo blij van kleding. En het is gewoon geweldig. Echt. I love it. I love it. Het is echt deze hele mega stoel vol. Ja, het past gewoon niet meer in mijn kledingkast. Ik moet mijn hele kledingkast weer gaan ontruimen. En weet ik het allemaal, want het past niet. Ik ga even kijken beneden bij Isabel hoe het daar gaat. Want volgens mij zit zij nog bij mij. Volgens mij is Isabel gewoon nog bij mij thuis. Zit de hele tijd beneden video te editen of zo. Ik heb geen idee. Ik heb echt 2 uur boven gezeten. Laten we kijken bij mijn zus. Hoe gaat het met mijn zus? Best. Alleen mijn laptop die zit echt. Ik heb helemaal gas van. Het is alleen maar het stotteren. Dus ik kan gewoon niet goed zien wat ik aan het doen ben. Wil je verbinden op dat? Op het scherm? Alles, het is zo stotterig. Dus ik weet niet of het goed is. Oh ja, maar je moet het gewoon nog verwerken. Ja. Oké, jongens. Ja, we zijn nou aan het editen. En opeens hadden we honger. En ik zag dus dit liggen. Mijn moeder had een soort zeewier chips gekocht. Nog wat aan openmaken? Ja. Hey, dat ziet er echt messy uit. Gewoon gefrituurd. Yo, ik wil niet op de video, ik zie het niet. Ah, stinkt. Nee, het is gewoon chips. Zeewier. Oké. Nou. Beetje pisserig. Hier krijg ik weer benauwd van. Want sommige krijg ik dit benauwd. Nee. Nee. Te visseren. Nee, het smaakt niet naar vis. Zee. Het smaakt gewoon naar sushi. Bleh. Nou, zo vies vind ik het ook niet. Maar het is niet dat ik denk, oh, ik eet echt een bakje op. Vies.
Het smaakt een beetje naar van dat gebakken spek. Nee, ik vind het visserig. There's a meeting. Die stik. Zo, nu stik ik aan mijn mond. Stik uit. Dat is wel afgebroken. Het is al 5 uur. We zijn echt al een hele dag samen. Hé? Hey. Wat? We zijn echt al de hele dag samen. Ja, weet ik toch? Maar ja, de video die ik net heb opgenomen aan het editen, Isabel, is een video voor de schoolopdracht aan het editen. Ja, dus ik heb Saartje gefilmd. Ja, wat is het? YouTube. Oh, YouTube doet. Het is gewoon 5 uur, het is gewoon een donker aan het worden. What the fuck. Ik moet echt door editen. Ja, ik ook. Het is inmiddels 7:30 en ik zal Isabel even brengen naar een vriend. Waar zij heen gaat. Lekker drankjes doen en gezelligheid en eten. En ik ga zelf naar mijn vriend met Nina. Gezellig bij Pluk, een andere vriend van mij. Ah, wat een mens allemaal. Het is heel moeilijk uit te leggen. Maar daar ga ik zitten en dan komt Isabel vanaf ook nog heen. Maar ik eet gewoon even lekker thuis. En ja, dus ik ga Isabel daar even heen brengen. Want anders staat haar auto daar weer. Alright, het is inmiddels 8 uur. Ik heb me even opnieuw opgemaakt. Ja, in ieder geval niet opnieuw, maar gewoon een beetje bijgewerkt. En ik heb even alle kleding opgeruimd en opgehangen. En ik heb echt veel te veel kleding. Deze rekken hangen echt bom en bom vol. En dan heb ik hier een hele wasmand vol met kleding wat ik weg ga doen. En hier ook een mega doos vol met allemaal kleding nog. Ja, het slaat nergens op. Dus ik ga echt op Vinted alles zetten. En dan hier in de kast, ja, het wordt helemaal ontploft. Ja, maakt niet uit, maar het hangt nu in ieder geval wel wat beter. Alright, het is 9:15. Het is hier oranje licht. Ik heb een nieuwe jasje aan. Love it. En ik ga nu rijden. En eerst even denken, want ik moet ook nog denken. Goedemorgen, maat. Het is zondag, dus al 2:30. Ik ben echt super, super moe. En ik heb alleen maar geslapen, dus. En ik voelde me ook niet zo lekker, het hoofdpijn en zo. Terwijl ik helemaal niet echt een kater had. En ik moet nu nog de video editen voor vandaag, dus dat ga ik even snel doen. Jongens, het is inmiddels 12:30. Ik wilde vandaag echt vloggen, maar het is gewoon niet gelukt. Mijn oma was jarig, dus mijn ouders gingen daar eten. En mijn vriend is gezellig bij mij komen eten. En toen zijn we lekker sushi gaan halen. En ik wilde een sushi nog filmen en zo, maar ik ben het gewoon vergeten. Het was super gezellig, maar ik ga nu slapen. Ik sluit morgen een vlog. Even af, want ik ben dood. Alright, het is inmiddels maandag. Ik had eigenlijk net zo goed gewoon gisteren de vlog kunnen afsluiten. Maar dat heb ik niet gedaan. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vond je video nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ben je nog niet op mij geabonneerd? Vergeet het dan zeker niet te doen. En de notificatiebel aan te zetten. Hierdoor krijg je namelijk een melding als ik een nieuwe video plaats. En zo hoef je nooit meer een nieuwe video te missen. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dat is @saravervoerd. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei, love jullie.